Tussen de rekken met kleren en eten in de voedselbank een springerige 9-jarige, Lexi. I like helping them and how they are nice to me and stuff. This is ready to go in there on the table. Okay. Bijna elke middag na school is Lexi hier te vinden. She's a good helper. Yep. Okay, here's another 12 regular. I want to try them. Iedereen doet alsof ze vrijwilliger is, maar eigenlijk is ze hier om hoognodige kleren en eten mee naar huis te kunnen nemen. Oh, you like noodles? I like them and Vienna sausages. Lexi is een van de 12 miljoen kinderen die in armoede leven in een van de rijkste landen op aarde. It's sad. It breaks your heart. It'll bring the strongest to their knees to see a child come in here and need food. 1 op de 7 kinderen in Amerika groeit op in armoede. Maar het reddingsplan van Biden zal direct effect hebben. Het inkomen van de allerarmste gezinnen gaat er dit jaar met 20% op vooruit. Lexi's moeder Brittany werkt voor een minimumloon in de ouderenzorg. All right, come on in, you guys. Haar ex, die haar mishandelde, is niet meer betrokken bij de opvoeding van de kinderen. A single mom of 3 kids. We've had a rough start and I'm doing better now. I've got a job and I'm clean and sober, so yeah. Or Zayden, do you want pizza bites? Vanaf nu ontvangt ze kinderbijslag, net als zo'n 10 miljoen andere gezinnen die dat voor het eerst krijgen. For each kid, like a $300 monthly payment, something like that for each kid. So. What would that be like? That'd be pretty awesome. That would help. Yeah. Oh yeah. That'd be pretty awesome. Yeah. That'd help me a lot. I'd be able to get them new clothes and provide food and stuff for them better. 40% van de kinderen in Amerika heeft wel eens te weinig te eten. Lexi is er daar één van. De kinderbijslag geldt voor dit jaar, maar democraten beloven hem permanent te maken, zodat Lexi en haar broer en zus niet in armoede opgroeien. I love you. Erik Mout aan RTL Nieuws in Marietta in de staat Ohio.